Hier is mijn diploma van VWO 2022. Naast het diploma van mijn HAVO. 7 jaar Corderius College in Amersfoort. Heeft zich in dit geresulteerd. In dit ene kleine papiertje. Gisteravond was de diploma uitreiking. De avond begon met een paar algemene dingen. Zo was er een goede vriend van mij die een toespraak hield. En hij begon zijn toespraak met de quote: hebben jullie ook wel eens dat je er pas na afloop achterkomt welke tijd de beste tijd van je leven was? Wat natuurlijk ook een quote is uit mijn vlog. Hebben jullie ook wel eens het gevoel dat je soms er pas na afloop achterkomt welke tijd de beste tijd van je leven was? Zelf heb ik die quote ook een soort van gejat. Hij komt van acteur Ed Helms, die ooit een speech begon met: I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Na 7 jaar Corderius weet ik dat het niet altijd de good days waren, maar het waren ook zeker een hoop good days. En ik hoop jullie daar in deze video een beetje doorheen te helpen. En nou, je ziet ook deze ontwikkeling van een klein jongetje naar een hele vrolijke leerling. Die niet langer een crypto-VWO'er is, maar nu een echte VWO'er. Volgend jaar gaan we naar VWO 5. Nou, Harmen die zit hier nu dus 5, 6, 7 jaar op school. En hij heeft niet voor niks had hij naar de HAVO voor VWO gekozen. Want hij denkt van: ik blijf op Corderius, hier bevalt het goed, hier voel ik me lekker. En ja, dat was in het laatste jaar. Qua resultaat is het nooit een probleem geweest. Maar dan gaan we ja naar het Corderius. Dan moet ik hier wel even, sorry. Dan moet ik hier, dat dacht je wel, hè? Ja, zie je wel. En dan moet ik hier weg. En ja, wat dan? Nieuwe omgeving. Het begon allemaal 7 jaar geleden. Volgens mij de dinsdag na de zomervakantie 2015. Mijn allereerste dag op het Corderius. Je kent me, ik kwam te laat. We hadden eerst een toespraak algemeen van de coördinator en de conrector destijds. En vervolgens leerden we onze mentor kennen, de mensen die bij ons in de klas zaten. Ik kwam zelf van de school De Regenboog. Er kwamen er nog veel meer van. Ze moesten ons allemaal voorstellen en vertellen van welke school we kwamen. Nou, de helft kwam van De Regenboog. Het is opvallend hoe weinig contact ik echt nog met die mensen van de basisschool heb gehad na die tijd. Ik spreek er denk ik 3 nog, de rest niet meer echt. Mijn eerste brugklasjaar begon met het brugklaskamp. Het was een van de meest afschuwelijke dingen ooit. Meisjes in hotelkamer en sommigen sliepen in de gang of op een podium ergens. Jongens sliepen in een tent waar letterlijk het ongedierte langs liep. Die tenten die waren, het waren zulke enorme tenten, snap je? Die staan daar het hele jaar. Die zijn dus heel koud in de winter. En heel warm in de zomer. Wat betekent dat niet alleen het heel warm is voor de mensen die erin slapen, maar dat ook het ongedierte uit de verre omgeving denkt van: ha, die tenten zijn warm. Daar moet ik mijn onderdak ook maar eens gaan vinden. In mijn bed heb ik de avond dat ik daar sliep 4 kakkerlakken gevonden. Die matras die was harder dan het gemiddelde blok beton. Het was een absurde 4 dagen. Mijn mentor was mijn gymdocent, dus wij moesten gedurende een paar uur dat brugklaskamp allemaal het vak uitoefenen wat je mentor gaf. We hebben lekker buiten zitten gymmen. Dat was hilarisch als we dan de rest wiskunde zagen doen. En wij zaten daar zo van: so far, nerds. Verder, je leert mensen snel kennen. Je leert snel kijken naar mensen van: yo, wie worden mijn vrienden? Wie worden dat totaal niet? Ik vond het best wel apart. Het was heel anders dan mijn basisschool. Mensen praten op een andere manier. Ik ontmoette mensen van Leusden, Woudenberg, overal vandaan. Het was best wel een absurd jaar. Het was ook wel echt een heel leuk jaar. Het was heel anders dan de basisschool. Ik ben toen begonnen met mijn allereerste vlogs. Ik vlogde elke donderdag. Vlogs? Wow. Elke donderdag probeerde ik op school een video op te nemen. Het waren echt de meest zielige video's ooit. Ik denk dat ik er 40 heb opgenomen waarvan ik er 8 online heb gezet. Die nu allemaal verborgen staan. Jokes are on you.
Ja, kijk, wat zag je in die video's? Je zag bijvoorbeeld hoe ik dan 's ochtends op school kwam en dan vertelde ik ben op school en er is nog niemand. Want ik vond het altijd belangrijk dat, stel mijn band zou lek gaan op de 5 minuten die het fietsen is naar school, dat ik dan nog op tijd zou kunnen aankomen op een moment dat ik helemaal moet lopen. Ik ging altijd 1/2 uur van tevoren weg, wat erin resulteerde dat ik ongeveer 25 minuten van tevoren op school was. En inderdaad, dan heb je niemand behalve de conciërges en een paar docenten al. Het leuke was dat als ik moest voorkomen, dan kwam ik later op school dan de gemiddelde tijd dat ik op school kwam. Dat was echt typisch mijn brugklasjaar, jongens. Het was een heel absurd jaar. Ik leerde heel veel nieuwe dingen. Ik heb niet hele hoge cijfers gehaald. Ik zat in een HAVO-VWO brugklas en het was vanaf periode 1 duidelijk dat ik niet naar VWO ging. Volgens mij zijn er 2 dat jaar naar VWO gegaan. De rest allemaal gezellig met mij mee naar de HAVO. Groot deel ging meteen naar mijn tweede klas, H2D. Ook best wel, ja, het was niet een heel spannend jaar. Mijn natuurkundedocent was mijn mentor. En mijn godsdienstdocent was mijn mentor. We hadden een mentoraat van 2 mentoren. Ongeveer dezelfde klas als de eerste. Niet veel spannende dingen. Geen uitjes, geen excursies, weinig vlogs. Volgens mij geen vlogs. Ik weet niet of ik het niet meer cool vond of gewoon dacht van, joh, ik maak niks mee in het leven. Ik deed judo buiten school. Te lang eigenlijk. Ik heb het denk ik 7 of 8 jaar gedaan, maar ik had er echt na 4 jaar al geen zin meer in. Maar dan is het gewoon van, joh, je begint ergens mee, dan wil je het ook afmaken, snap je? Judo kwam trouwens wel altijd goed uit bij die gymlessen. Ik viel vaak. Ik vond gym ook nooit leuk. Gym was een van de meest afschuwelijke vakken. Ik vond geschiedenis op zich wel oké. En dat is vrij absurd, aangezien ik daarvoor geslaagd ben met een 4,4. Voor mijn centraal eindexamen. Oh, ik had voor schoolexamen had ik hoger. En ik vond Frans vanaf het tweede ook wel redelijk leuk. Ik ben niet super goed in Frans, maar gewoon een hele andere taal leren. Dat was wel echt iets voor mij. Ja, het was niet een heel spannend jaar. Ik weet wel, mijn cijfers gingen niet per se altijd heel goed. Ik zou zomerschool volgens mij gaan doen. Maar toen heb ik in de 4e periode het echt wel redelijk omhoog gekregen. Volgens mij stond ik toen uiteindelijk voor alles voldoende. Ik kon ook niet naar zomerschool. Ik zou die zomer in 2017 gaan naar de Noordkaap. Het meest noordelijkste puntje van Europa. Reis van 4 weken met een camper. No way dat ik daar zomerschool aan had kunnen koppelen. Ik zat in de auto richting het noordelijkste puntje van Duitsland, waarvan de boot ging naar Denemarken. Toen ik werd gebeld door mijn natuurkundedocent. En die zei, Harmen, heeft er even om gespand, maar je bent geslaagd. Ik zat zo van, je geslaagd? Je bent over. Ik was over na het 3e jaar. Ik zat zo van, oké, mooi. Dat is, ja, daar ben ik super blij mee. Hij had nog even gevraagd van, en je gemoedstoestand, hoe denk je hierover? En ik zat zo, goed zo. Ik ga lekker naar de Noordkaap. Veel plezier in, veel zin in. Dat was eigenlijk al mijn volledige 2e jaar. Er gebeurden nauwelijks echt toffe dingen. Het 3e jaar daarentegen. Ik weet niet, als ik de onderbouw HAVO moet ranken. Dan was sowieso het 2e jaar, was minst leuk. Het 1e jaar, denk ik, daarna was dan net iets leuker. En het 3e jaar was weer iets leuker. Want we hadden 2 geweldige excursies. De eerste excursie ging naar Namur. Alle VWO'ers waarmee ik afgelopen 2 jaar heb opgetrokken, die hebben allemaal die reis nooit gemaakt. Maar Namur was altijd echt, voor alle HAVO-leerlingen was het de shit. Namur was cool. Al was het hele 3e jaar echt niks, Namur was gewoon alles. Het was een 2-daagse reis. Je ging 1 dag heen, 1 dag terug. Namur ligt in Franstalig België. En het leuke was, je ging dan in het Frans praten met mensen in België. Om te kijken hoe goed je Frans was. De reis was ook voor geschiedenis. Dus we gingen Waterloo bezoeken. En verder eigenlijk niks. Het Atomium. We gingen het Atomium bezoeken. Dat was ook echt wel leuk. Voor scheikunde volgens mij. Scheikunde was ook echt niet mijn gave trouwens. Het was een mooie reis. Het was een bijzondere reis. Het was een reis met 2 vlogs. 2 vlogs die best wel goed bekeken werden voor mijn doen destijds. 2 vlogs waarin ik Noah heb leren kennen. Dat was leuk. Ik dacht aan het begin van, oké, zo'n reis naar het buitenland, moet ik dat wel willen? Maar uiteindelijk was het echt wel heel erg leuk. En België is natuurlijk ook niet zo ver buitenland. En toen werden wij als enige HAVO-klas uitgekozen om naast Namur
ook te gaan naar Rijnberg in Duitsland. Dus toen gingen we ook nog een hele dag naar Rijnberg in Duitsland. Gewoon in het Duits praten met mensen daar. Was ook echt wel een leuke dag. Typisch zo'n dag die volledig niet volgens schema verliep. Maar het was leuk. Ik heb gewoon fun daar gehad eigenlijk. Best wel absurd hoe je dat soort dagen dan het meest bijblijft of zo. Mijn mentor was mijn geschiedenisdocent. Ik heb er volgens mij weinig contact mee gehad het hele jaar. Toen ging ik mijn vakkenpakket kiezen. Ik koos CNM, het enige pakket op de HAVO zonder wiskunde A. Alleen, ik zat een beetje zo van, yo, moet ik dat wel echt gaan doen? Moet ik een pakket gaan kiezen zonder wiskunde? Is dat slim? Toen dacht ik, nee, dat is niet slim. Dus ik heb wiskunde gekozen als eerste vak in de vrije ruimte. En toen dacht ik van, wil ik nog een tweede vak in de vrije ruimte? Wil ik mezelf extra uitdagen? Het antwoord daarop was eigenlijk nee. Maar toen dacht ik, misschien wil ik wel ooit basisschoolleraar worden. En als je naar de PABO wil, de opleiding voor basisschoolleraar, dan moet je biologie hebben. Want anders moet je toelatingstoetsen maken. En met toetsen ben ik nooit heel goed. Dus als je gewoon die vakken op orde hebt, geen toelatingstoetsen, word je instant aangenomen. Dus ik heb biologie als tweede vak in de vrije ruimte gekozen. Na afloop ook goed, want dat is de enige soort loophole geweest waardoor ik nog naar het VWO kon. Want daarvoor had je twee vakken nodig in de vrije ruimte. Ik weet niet waarom ik de hele tijd drie doe. Twee vakken nodig in de vrije ruimte. Dus ik ging het vierde jaar in met vakkenpakket CNM. Met in de vrije ruimte biologie en geschiedenis en wiskunde. En ik had filosofie, ik had geschiedenis, ik had aardrijkskunde. Echt het meest alpha pakket wat je kan hebben. Ik had Frans gekozen, geen Duits. Duits heb ik twee jaar gehad. Ik kon het eigenlijk niet heel goed. Ik heb veel fun gehad tijdens de Duitslessen. Ik ben bijvoorbeeld een keer daar onder het tassenrek gaan liggen. En gewoon gaan wachten tot de docent door had dat ik er niet was. Ik weet na afloop niet eens of dat heel grappig was. Ik vond het vooral toen heel leuk. Ik ga even een kopje thee voor me maken. Ik heb een beetje keelpijn. En dat was ongeveer de tijd dat ik dus de bovenbouw inging van de HAVO. Ik leerde zowel Leon, kwam ik er een soort van achter dat hij bij mij op school zat. Ik had hem iets van 3 jaar niet gesproken of zo. En het ging ook wel goed. Ik heb Lucas toen leren kennen. Met Lucas sprak ik vooral af buitenschool volgens mij. En met Leon vooral binnenschool. Of andersom. Of allebei. In ieder geval een jaar met best wel veel vrienden die ik toen heb leren kennen. De vierde was nooit een heel spannend jaar. Je begon met profielwerkstukken. Ik had een profielwerkstuk gedaan over dierproeven. Ik vond het niet per se heel interessant. Ik had liever iets extremers gedaan of zo. Over de doodstraf of iets in die richting. Maar ik snap ook wel dat niet iedereen dat hoeft te lezen. Ik had gedaan voor filosofie. Filosofie was ook een vak van mij. Het was niet typisch mijn hobby of iets in die richting. Maar ik vond het wel echt interessant. Ik kon het ook aardig, filosofie, maar je zou altijd denken van dat is gewoon denken en debatteren met elkaar. Maar het is echt zoveel meer. Het is echt wel, aan de ene kant is het is op HAVO is het een aanrader en op VWO niet. Daar kom ik straks nog op terug, hoop ik. En verder, de vierde gebeurde niet superveel spannends. Normaal had je in de vierde stedenreis, maar dit was het allereerste jaar dat ze uitprobeerden om in de vijfde stedenreis te gaan doen. Dus dat was best wel een soort iets aparts. Ik kan me van mijn vierde gewoon heel weinig herinneren. Ik zit nu heel diep na te denken wie toen mijn mentor was. Weet ik het nou echt van alle jaren behalve van de vierde? Want dat zou best wel apart zijn. Oh nee, de mentor was mijn filosofiedocent. En die was ook in de vijfde mijn mentor. Dus dat was echt wel leuk. Ik weet niet zo goed hoe het hele jaar in de vierde er vanaf ging. Maar in ieder geval, ik heb het prima gehaald. Ik heb het ruimschoots gehaald. Ik had heel veel hulp gehad met plannen en al dat soort dingen. Op een gegeven moment kon ik het zelf. En toen dacht ik zo van, oh, nu gaan we het ook gewoon doen. Lekker die uitdaging in. Ik heb het jaar ruim gehaald. Echt heel netjes. Toen ging ik over naar het examenjaar. VWO 5, HAVO 5. Best wel een van de tofste jaren van het Corderius. We hadden een excursie naar Amsterdam. We hadden een excursie weer naar Amsterdam. We hadden er eentje waar we naar de voorstelling Oedipus gingen. Een hele nieuwere voorstelling van het hele oude verhaal van Oedipus. En we hadden er een waarin we musea gingen bezoeken. En dan ging ik daar lekker heen, enthousiast met een vlog. En dan ging ik andere mensen filmen en zeggen, yo, wat vind jij hiervan? Het is een beetje die manier van vloggen die je terugziet bij veel Nederlandse YouTubers.
Dat je gewoon lekker je vrienden een camera in het gezicht duwt en zegt, yo, kom op, wat vind je ervan? Hoe ziet jouw dag eruit? Geniet je ervan? Echt op die manier. En vaak kreeg je de meest extreme antwoorden. En toen was zo, nee, het is echt een stomme dag. En dan zat je zo, gast, dat kan je niet zeggen. En zo zagen al die vlogs er een beetje uit. Maar ik had enorm veel fun daarin. En het hielp me een beetje door al die dagen heen. Dat. Anders was het een beetje saai geweest. Dit maakte het een stuk minder saai. Het was echt wel heel grappig. En toen kwam een van de leukste dingen. Iets wat bijna iedereen van deze jaarlaag gemist heeft. Maar omdat ik van de HAVO naar VWO ging, heb ik hem niet gemist. De stedenreis. Ik ben zelf slecht in keuzes maken. Ik laat altijd graag keuzes maken door anderen. Dus ik heb Lucas de keuze laten... Zo, dit ging goed. Ik heb Lucas de keuze laten maken waar we heen gingen op de stedenreis. Die zei, volgens mij, we moeten naar Ierland. En als we niet naar Ierland kunnen, dan gaan we naar Schotland. Ik had opgeschreven 1 Ierland, 2 Schotland. Volgens mij daaronder nog Rome en Roemenië. Maar ik wist toch wel dat dat hem niet werd. Ierland zat heel snel vol. Echt met mensen die echt extreem hem op 1 hadden gezet. En nog naar die docenten toe waren gegaan. En gezegd, ik moet echt naar Ierland, mevrouw. En na afloop heb ik gehoord dat die reis best wel meeviel qua hoe leuk die was. En Schotland gingen we heen met iets van 40 mensen of zo. En ik vond het best wel spannend. Maar ik wist altijd, ik voel me met een camera vertrouwd. Ik neem die camera mee richting alles. Ik loop het vliegtuig in met een camera. Ik loop het vliegtuig uit met een camera. Alles. Volgens mij heb ik in totaal 8 vlogs gemaakt. Zoiets. Ik heb daar mensen leren kennen die nog steeds vrienden van mij zijn. Ik heb, dat is echt de plek waar ik vriendschap heb opgebouwd, meer dan ooit. Het zijn plekken waar ik mensen heb leren kennen, zoals Tamar en Thijs. En gewoon, het was heel, heel, heel gezellig. Het was een hele leuke, sportieve reis. En toen heb ik nog afscheid van ze genomen op een maaltijd die we allemaal samen hadden gehad toen. En dat was echt het hoogtepunt van dat jaar. Toen begon corona. Het ging van normale lessen naar online lessen. En ik wist niet hoe Teams werkte. Ik moest daar allemaal achter komen. En toen de allereerste Teams les ooit was met een mentor. Hij startte een team call en ik snapte helemaal niks van. En toen hebben allemaal mensen mij geholpen hoe het werkt. En sindsdien is het nooit meer misgegaan. Die online lessen waren best wel apart. Je moest je camera en je microfoon uitzetten. En volgens mij kon je echt gewoon gaan slapen. Maar ik zat zo van, jongens, we gaan er enthousiast voor. Ik krijg straks examens. Ik ga nu mijn volle aandacht zetten hierop. Dus meeschrijven met al die lessen, aantekeningen maken. Die aantekeningen heb ik na afloop moeten delen met de helft van de HAVO. Die allemaal zo zaten, ja, ik was niet bij de les. Ik sliep nog. Heb je aantekeningen? Ik had aantekeningen van alles. Ik had hele schriften volgeschreven. Met die oude filosofie dat je door schrijven meer onthoudt dan door typen had ik alles geschreven. Ik was ook de enige die af en toe mijn microfoon aangooide om even een grap te vertellen. Of even te vragen van, ja, ik begrijp dit nog niet helemaal. En toen opeens zei mijn mentor, mijn filosofiedocent in een les, het zou nog wel eens kunnen, dat was ook bij de Tweede Wereldoorlog zo en bij de watersnoodramp, dat de examens niet doorgaan en dat je gewoon op het schoolexamen wel of niet geslaagd bent. En wij zaten allemaal, nee, dat gaat nooit gebeuren. De examens zijn de afgelopen 60 jaar doorgegaan. No way dat examens niet doorgaan. En hij zat zo, nee, ik denk het ook niet. Maar in het extreemste geval, het zou kunnen. En ik zat een beetje zo, nee, dat gaat toch, nee. En het duurde toen nog best wel. Volgens mij hebben we 2 maanden lang nog online lessen gehad. En toen kreeg ik een toespraak van ex-minister Arie Slob. Waarin hij vertelde, we gaan het ze niet doen dit jaar. We gaan niet de examens doen. Iedereen wordt op de... dat heb ik hier staan trouwens. Iedereen werd 2 weken voor 4 juni 2020 gebeld of ze wel of niet geslaagd waren. Ik werd gebeld. Ik was heel zenuwachtig. Na afloop snap ik niet helemaal waarom. Want na afloop snap ik niet... Na afloop snap ik niet helemaal waarom ik zenuwachtig was. Want ik had mijn schoolexamencijfers gewoon. Ik had gewoon kunnen begrijpen dat ik geslaagd was. Maar ik vond het toch nog spannend. En ik werd gebeld en het was zo, Harme, je bent geslaagd. Hoe voel je erbij? En ik zat zo, ik voel me er goed bij. Heel erg bedankt. En ik vond het wel raar. Je krijgt opeens te horen, je bent geslaagd.
En wat dan? Dan niks. En toen zeiden de docenten, ja, maar jullie moeten nog wel naar de lessen komen. Engels les, eerste uur, ik aanwezig, hele klas aanwezig. En één jongen zet instant zijn microfoon aan en zegt, mevrouw, er komen geen examens. Ik ga niet meer naar de les komen. En volgens mij, op dat moment logde de helft uit. En ik bleef zo zitten en ik dacht, jongens, wat is dit voor arrogantie? Je gaat niet zomaar uitloggen in een les. Blijf er heel even bij, luister wat ze te zeggen heeft. En toen was het zo, ja, jullie moeten nog wel komen naar de lessen. Want je hebt gewoon wel verplicht nog schooltijd en dat soort dingen. Vanaf de dag daarna is er nooit meer iemand gegaan naar die online lessen. Ik heb niet eens het gevoel gehad alsof ze nog überhaupt gestart werden. Maar in ieder geval, ik zat thuis. Toen kwamen langzaamaan de diploma-uitreiking, alles, kleine groepjes, online dingen. Ik kreeg toen mijn HAVO-diploma. En het voelde heel erg leeg. Ik heb toen gedacht, mensen vroegen altijd, waarom heb je de beslissing gemaakt om hier naar VWO te gaan doen? Ik zie het zelf nooit als een beslissing, ik zie het als een uitstelling van een beslissing. Ik wilde op dat moment nog niet gaan studeren. Het was niet dat ik dacht van, ik ga nu VWO doen zodat ik straks naar de universiteit kan. Of ik ga nu VWO doen want ik heb een heel plan. Het was meer, ik heb geen plan. Ik zit hier prima op het Corderius. Waarom niet nog 2 jaartjes er even uithalen wat erin zit? En zo gezegd, zo gedaan. 2 jaartjes VWO. Daar achteraan geknoopt na mijn 3 maanden zomervakantie. En in VWO, ik voelde me meteen thuis. Het leukste ooit was, in een van de allereerste aardrijkskundelessen was aan het eind van de dag. En ik was gewoon aan het praten met wat klasgenoten. En toen was het opeens zo, ja, wij gaan nu ijskoffie halen in de stad. Heb je zin om mee te gaan? En ik zat zo, jongens, jullie vragen serieus mij. Ik zit 1 maand bij jullie in de klas. En jullie zijn instant van, yo, kom mee naar de stad, kom ijskoffie halen. Echt, je kon niet weten hoe gelukkig ik was op dat moment. En zo is het eigenlijk al die tijd gegaan. Ik heb veel vrienden opgebouwd. Veel gezellige mensen leren kennen. Jullie hebben ze sowieso een hoop er ook voorbij zien komen in de vlog. Ik weet niet eens of VWO 5 zo bijzonder was. Een hele tijd hadden we nog een lockdown, online lessen, een verjaardag van mij die niet gevierd kon worden. Erg zet. Ik heb veel leuke mensen leren kennen. Ik heb weinig contact gehad met de HAVO. 5 mensen nog die geslaagd waren. Die heb ik eigenlijk nooit meer gezien. Eigenlijk heb ik dat ook wel oké gevonden of zo. De mensen met wie ik contact wilde onderhouden, heb ik eigenlijk nog contact mee onderhouden. En een paar dacht ik van oké, dit is jammer. En de rest was eigenlijk prima. VWO 5 ging zo voorbij, goede cijfers, instant er doorheen. VWO 6, een stuk spannender. Ik maakte altijd de grap. Het was mijn standaard grap. Het was niet eens leuk. Maar ik zei zo, jongens, in 100% van de gevallen dat ik examen heb gedaan, ging het examen niet door. Raden dat het dit jaar niet anders gaat. En natuurlijk ging het examen wel door. Ik zag er altijd wel naar uit, het examen. Het leek me stoer. Zo zitten in een gymzaal met z'n allen. Lekker een toetsje maken. En ik heb er die hele tijd gewoon mijn best voor gedaan. Ik zit te denken, zijn er nog interessante dingen gebeurd toen? Maar volgens mij niet echt per se. Ik heb gewoon hard gewerkt. En terecht. Toen kwam, heel leuk, de Limburg reis. 2 dagen naar Limburg, vrienden, 4 vlogs. Hele leuke vlogs. Ik heb toen heel erg goed contact gehad met mijn conrector, coördinator, persoon. Ik heb geen idee welke van de 2 het was. Hij heeft nu een abonnement op mijn YouTube kanaal. Dat vind ik ook erg leuk. Het was gewoon een ontzettend gezellige 2 dagen. Ik heb iedereen toen leren kennen en ik zat wel even zo van, jongens, wat is er balen dat we dit niet eerder hebben gedaan. Er zijn zoveel leuke mensen op VWO en ik heb ze nooit echt eerder leren kennen. Daar baalde ik van. Maar het was een hele gezellige reis. Ik kwam terug. Het was meivakantie. Ik heb de hele meivakantie niks anders gedaan dan leren voor mijn examens. Ik zat zo. Dit was altijd mijn doel bij elke toetsweek. Voordat de toetsweek begint, heb je alles geleerd. No way dat als de eerste 4 binnenkomen, dat je dan nog zin hebt om te gaan leren voor volgende toetsen. Dan moet je het gewoon gedaan hebben. Dus ik keihard mijn best doen. Geleerd de hele meivakantie. Toen het idee, nu begint voor mij de vakantie. En toen begonnen de examens. Elke dag naar school examens maken. De eerste dag had ik er 1. De tweede dag had ik er 2. Toen zat ik telkens een dagje tussen. 1 voor 1 al mijn examens. Bij de ochtendexamens kregen we lekker een bakje koffie erbij. Bij de middagexamens mocht je zoveel Capri Suns pakken als je wilde. Het allerbeste moment was dat ik bij mijn biologie-examen zat. En toen echt
Het was 1 minuut voor tijd. 1 minuut voordat het examen begon. 12 uur 's middags. En ik roep zo, meneer, richting de conrector. En hij rent zo naar me toe. Harmen, wat is er aan de hand? Heb je een paniekaanval? Heb je medicijnen nodig? Is er iets mis? En ik zei, meneer, kunt u nog even een Capri Sun voor mij pakken? En die kwam zo terug, er met 3 Capri Suns. We hebben deze met passievrucht. Ik had geen idee wat het was, maar alsnog. En ik was als allereerste weg bij mijn biologie-examen. Wat absurd. Ik was binnen 52 minuten weg, mensen. En ik heb een 5 daarvoor gehaald. Ik was niet eens heel goed in biologie. Ik was binnen 3 kwartier weg bij Engels. 6,4, heel nice. Ik had ook wat minder goede resultaten. Het was allemaal niet zo spannend. In mijn laatste flexuur ooit stak ik een partypopper af. Was ook heel leuk. Laatste flexuur 2022! En stukje bij beetje ging ik naar het eind. Ik had mijn examens natuurlijk prima gehaald. Schoolexamen stond ik bij alles hoger dan centraal eindexamen. Centraal eindexamen vond ik best wel lastig. De tijdsdruk bij centraal eindexamens vond ik echt niet oké. Ik heb niks. Ik heb van echt die verhalende vakken heb ik niks afgekregen. Filosofie niet, geschiedenis niet en aardrijkskunde niet. Dat was echt wel balen. Dat je denkt van, yo, ik weet dit, maar ik kan het niet meer opschrijven. En toen begon een soort van de vakantie voor mij. Ik was in Garder op het moment dat ik gebeld werd samen met mijn pa Leon. We werden allebei gebeld. Eerst hij, toen ik. Eerst was Leon geslaagd en Leon zei altijd, yo, de kans is zoveel groter dat ik gezakt ben en jij geslaagd bent dan andersom. Dus op het moment dat ik geslaagd ben, dan weet je al dat jij geslaagd bent. Ik zat zo van, oké. En toen werd Leon gebeld en toen was het zo, je bent geslaagd. En Leon zo, yes. En toen werd ik nog niet gebeld en ik zat heel even zo van, je gaat het toch niet menen dat ik straks gebeld word met, je bent gezakt. En dat ik dan de hele tijd nog naar school toe moet en al dat soort dingen met de mensen die zijn geslaagd. En toen werd ik gebeld, Harme, gefeliciteerd, je bent geslaagd. En toen zat ik zo van, oké, nice, vakantie kan beginnen. Nou, Bram, los, je bent geslaagd. Ja! Hallo, meneer Pieterman. Dank u wel! Ik had nog een beetje daar in Garderen 3 keer heen en weer gefietst naar Amersfoort of zo. En toen begon de zomervakantie voor mij. Toen had ik afgelopen maandag, nu komen we echt in het heden, mijn examendiner was ontzettend gezellig. De mensen van de Limburgreis, daar zat ik allemaal mee, was ontzettend leuk. Toen had ik dinsdag Leons diploma uitreiking, superleuk. En ik had mijn examenuitslag. Mijn examenuitslag, mijn diploma-uitreiking. Hier is mijn diploma. Er staat heel mooi op. De ondergetekenden verklaren dat Harmen, geboren op 1 april 2003 te Amersfoort, met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen Atheneum, conform het profiel cultuur en maatschappij. Aan het Corderius College, onderdeel van de Meerwegenscholengroep te Amersfoort. Welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de wet op het voorgezet onderwijs? Heel leuk. Ik kreeg ook het jaarboek. Het leuke was op de cijferlijst van mijn diploma zat dit briefje. In Limburg heb ik je pas echt leren kennen. En geniet nu van je vlogs. Ik heb zelfs een abonnement. Blijf vooral je unieke zelf. Daar wordt de wereld beter van. Jaap. En dat vind ik echt heel leuk. Dat is dus van de conrector-coördinator persoon. Die was mee naar Limburg. En het jaarboek. Het leuke is, jaarboek, dat ziet er echt prachtig uit. Sorry voor deze mensen. Kijk, mensen die mogen dan een foto van hun brugklas, een foto van hoe ze er nu uitzien en een quote indienen. En er staan echt hele mooie dingen tussen, zoals a scar means I survived. Er staan ook echt zulke hele rare dingen tussen, zoals het meest positieve aan dit jaar was mijn coronatest. En zo zie je echt alles voorbij komen. Meer lockdowns dan voldoende is voor Frans. Het kan altijd nog erger. School is net een circus. Er is alleen geen publiek. In 4 jaar meer geleerd van Google dan uit ruim 30 boeken. Eigenlijk interesseert het me niks.
Het komt toch wel goed. De enige hertog die ik onthouden heb bij geschiedenis is hertog Jan. Heel sterk. Dan bij de HAVO heb je ook wafel, vraagteken. Vind ik een hele mooie quote. Ik zie er beter uit in het echt. Stel maar uit tot morgen wat je vandaag niet wil doen. Echt de meest instant wijsheden ever. Ik heb zelf natuurlijk ook mijn VWO 6 pagina nu. Je ofwel rent voor dingen of je ziet ze onder ogen. Mijn quote. Er staan echt prachtige quotes tussen trouwens. Het is echt genieten. Als iemand ooit zo'n jaarboek nog kan bemachtigen, het is echt heel leuk om te zien. Ik ga ze nog laten ondertekenen door mijn beste vrienden, mijn pals, voor de afgelopen jaren. Ik kreeg deze van mijn ouders. Super cute. Dat was 7 jaar Corderius, mensen. Niet normaal. Niet normaal. Niet normaal. En nu wil ik nog iets doen wat ik zelf best wel spannend vind. Ik ga voor de uitzondering, omdat het nu 7 jaar Corderius later is, een lied voor jullie zingen. So behold. Oké, no way dat dit in één keer goed gaat, maar ik heb Corderius al die jaren geleerd. Gewoon proberen. Success is all about momentum. Before you win, you gotta believe that you can win. But what if you don't? Then you better fake it till you make it. Here's to the ones that we've got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything. Toast to the ones here today, toast to the ones that we've lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember, when I did not know the pain, when I believed in forever, and everything stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know